ik hoor die de ritten niet haken. En ik hoor die haken. Ja. Dat bedoel ik. Nog eens, tweede. Vanavond werk ik vooral aan de snelle koordelen, de zogenoemde turbee. Iedere keer waar het motief terugkomt. Dat zijn we nu met het koor aan het repeteren en afspreken van zo articuleren we dat we gelijke articulaties hebben, dat we een gelijke frasering hebben, dat de dynamiek hetzelfde is. En wat geweldig om telkens ook weer die rustpunten te hebben van de koralen. Zoals hij de kantaten schreef, zo is ook dit werk geschreven, maar dan natuurlijk met de recitatieven die alle delen aan elkaar maakt. Heel geweldig om mee bezig te zijn en ook zeer inspirerend met deze zangers van Dutch Baroque Folk Consort. En ze gaan er weer voor en dat is mooi om te zien. Elk jaar staat het stuk weer op het programma en ook dit jaar, je begint weer opnieuw, je hebt weer nieuwe dingen af te spreken, je ontdekt weer nieuwe dingen, maar ook oude dingen die niet worden gedaan, waar ik toch weer even moet zeggen, jongens, weet je nog, zo doen we het. En dit is heerlijk om mee bezig te zijn. Eind maart gaan wij met het koor de Johannes Passion zingen. Heel mooi koor, heel mooi koorwerk. Wat maakt het voor mij zo boeiend, dit koor? Dat is de combinatie tussen de muzieknoten en de tekst. Het komt eigenlijk al naar voren in het beginstuk, waar de noten als dissonanten vanuit de diepte omhoog komen en ze cirkelen dan op een gegeven moment naar de tekst Heer, Heerser over alles. En dan ben ik blij dat ik een zanger ben en dat ik de tekst daarbij mag zingen. Mijn naam is Suzanne Prins. Ik zing sinds enkele jaren als sopraan bij het Dutch Baroque. En dat is een enorme uitdaging. Er wordt veel van ons gevraagd qua zangtechniek, ook qua studie thuis. We moeten er echt hard voor werken, maar we bereiken met elkaar dan ook een geweldig resultaat. Het is sowieso een feest om de barokmuziek in zo'n oorspronkelijke manier uit te kunnen voeren met authentieke instrumenten. Een geweldig orkest en de bezielende leiding van Gerard, dat maakt het echt alles tot een enorme beleving. Hallo, mijn naam is Sebastiaan van Lingen. Ik zing al een behoorlijke tijd bij Dutch Baroque Folk Consort. Ik ben countertenor bij dit koor. Dat wil zeggen dat ik de altpartij zing. De Johannes Passion vind ik mooi om te zien, wordt vaak vergeleken met de Matthäus Passion. De Matthäus Passion is wat menselijker geschreven, zingt wat makkelijker. De Johannes Passion daarentegen is iets meer felle en dramatisch en daardoor ook moeilijker om te zingen. Ja, ik heb de Johannes Passion al heel vaak gezongen, maar elk jaar word ik weer getroffen door de intensiteit van het stuk en ook de schoonheid van de muziek. Als je zou vragen, wat vind je het mooiste uit Johannes? Heel moeilijk om dat te zeggen. Wat ik een indrukwekkend moment vind, is als het koor zingt, door je duim gevangenis, Gottes Sohn, is het ons die vrijheid te komen. Wereldse machten vechten om de Zoon van God en eisen zijn bloed. Maar datzelfde bloed, dat reinigt ook van alle schuld en zonde van hen die geloven. Ook
dit jaar staat de Johannes Passion weer twee keer op het programma. Op 31 maart in de Oude Kerk in Ede. En op 1 april, het is geen grapje, in de Oude Kerk in Zwijndrecht. We kijken er ontzettend naar uit. Allemaal heel hartelijk welkom.